Dank u wel, lieve mensen. Allemaal van harte welkom. Dit is de eerste lentegroet die ik u mag brengen. En daar thuis ook, van harte welkom. De mooiste lentegroet die krijgt u uit het hart van de kinderen. En er zijn er weer 6 klaar, hoor. Welkom bij onze kinderacademie. En wie is onze eerste kandidaat? Kijk eens, een artiest met de naam Tom. Haha, daar komt Tom. Ja, alle begin is moeilijk. Alle begin is moeilijk. En de trappen zijn soms hoog. Dag Tom, je had een beetje problemen op die trap, hè? Ja. Ik vraag me altijd af waarom ze er trappen maken als het zo gewoon kan, hè? Ja. Heb je thuis ook trappen? Ja. Ja, moet opletten, hoor. Ik heb hier 5 instrumenten en jij mag kiezen, Tom. De accordeon. Heb je er al ooit op gespeeld? Nee. Ah, wel, probeer nu maar een keer. Probeer maar eens. Het zal wel lukken. Zeg, we hebben terug een tweeling gevonden. Echt een zeer lieve tweeling. 2 lieve zusjes hier zijn Anneliesje en Lieselotje. En daarmee zit wel nummer 2 met die 2. Ja, ja. Dat is Anneliesje. Dag Anneliesje. Dag hoogte. Jij bent de kleinste, ja. En de grootste is Lieselotje. Dag Lieselotje. Oh, je zocht mijn oren zeker niet bijten, hoor. Oh, allez, en hier ook eentje. Maar dan moet ik van jou ook nog eentje hebben. Ja, ieder aan zijn wang. Ja, wij kunnen niet kiezen, want op die contrabas daar zouden jullie aftuimelen. Hè? Ja. Maar de piano? Ja. Heb je thuis een piano? Nee. Nee, en wel. Dan moet je dat maar vragen. Als het lukt, moet je thuis ook maar een piano zetten. Ga er maar op zitten. Er is een jonge kunstenaar. Die komt uit de mooie streek van, zeg maar, de Vlaamse Ardennen. Onze vriend Stijn. Hier is onze vriend Stijn. Voilà. Je merkt het meteen dat dat een vastberaden artiest is. Een kunstenaar. Een sportieve kunstenaar. Dag Stijntje. Dag Walter. Hoe is het met jou? Goed. Ik zei daarnet, hij komt uit de Vlaamse Ardennen. Het is toch juist, hè? Ja. Maar we gaan het nu nog niet allemaal verklappen, dat is voor straks. Stijntje, kijk eens, daar is die grote contract. Moet je zien hoe dat in naar u zit te kijken, zeg. En dan met die 2 ogen en de grote neus op de trommel, wat zou je willen? Of de xylofoon? De trommel. Ja, allee, vooruit, ga er maar op zitten. En trommel maar. Er zijn er nu nog 2. Nog 1 charmant meisje en een jonge heer nog. Liever nog 2 meisjes. En het eerste is onze lieve Evie. Daar is Evie. Daarmee zitten we helemaal op de sportieve toer. Ah ja. Dag schat, dag Evietje. Ik zei, nu zitten we helemaal op de sportieve toer. Zoals je binnenkwam, dat is helemaal sport, hè? Ja. Kijk eens, contrabas of xylofoon, waar ben je best thuis? Xylofoon. Moet je een beetje klauter noemen, dat is niks voor jou, hè? Dat gaat gemakkelijk. Ga maar op de xylofoon. Dat kan ze heel gemakkelijk. Ja, ja. En onze laatste artieste, hier is onze lieve Stefanie. Kijk eens aan. Mooi, hè? Aha. We zijn weer in charmant gezelschap. Dat is onze lieve Stefanie. Dag Stefanieke. Kijk eens, zoontje. Ja. Ze hebben allemaal al gekozen. Ze hebben toch wel die grote lummel er nog laten staan, de contrabas. Heb je hem al gezien? Kijk eens. Ja. Kijk, nee. Is dat goed voor jou? Ja. Allee, vooruit. Hoor, hij zal muziek opmaken. Voor Stefanieke. En reken maar. Voor de muziek wordt gezorgd door voor alle artiesten. En daarvoor zorgt onze vriend Tars Lotens. Dag Tars, welkom. Dag Walter. Zeg Tars, heb je eraan gedacht dat er een nieuw seizoen begonnen is? Het is lente. Ja, jong, ja, ik heb het ondervonden. Ik moet dringend in de tuin beginnen. Na de winter, kan me voorstellen, in de tuin. Het is nodig, zeker. Na de winter, Walter.